Ja, ik kreeg net een hele leuke vraag binnen van Noel van der de Laar. En Noel die uh, vraagt eigenlijk naar zijn collega: Waar is de copy link to share functie gebleven zoals die op de company page stond voor de nieuwe layout? Daarmee kon je namelijk heel makkelijk je collega's mailen met de vraag of ze de update van de company page wilden delen. Zonder dat ze daarvoor naar de company page hoefden te gaan of moesten kijken of die toevallig voorbij kwam in de tijdlijn. En, en, en dit was een hele makkelijke. Functie om te zorgen dat je met je post die je plaatst op je company page een wat groter bereik krijgt. Want ja, over het algemeen hebben de medewerkers, 10, uh, althans alle medewerkers bij elkaar opgeteld, 10 tot 40 keer uh, meer bereik dan, dan de company page zelf. Dus het is een hele goede manier om uh, dat te delen. Nou is die functie uh, eigenlijk verdwenen, maar ik heb er een workaround voor en die ga ik je even laten zien. Om dit te doen ga je als. Uh, pagina beheren eerst naar de betreffende company page en daar zie ik hier bijvoorbeeld staan deze post nou als ik die zou willen delen ja dan is dat best wel lastig vanaf hier kan eigenlijk niet zoveel doen wat ik wel kan doen en dat is waar het eigenlijk om gaat is deze functie go to member view en als je dat doet dan bekijk je de pagina niet als beheren maar als gebruiker en dat is eigenlijk wel heel gaaf. Want uh, dat was in de vorige layout helemaal nog niet zo makkelijk. Uh, nu kun je dat dus gewoon doen. En hier zie ik die update staan. En die heb ik geliked. En als ik hem like, dan staat hij dus nu op mijn profiel. Dus als beheerder ga je naar deze member view. En dan klik je op like. Dan ga je vervolgens naar je eigen profiel. En dan ga je kijken naar wat je hebt gedaan. En dan zie je hem hier tussen staan: User Common Sense. En deze heeft nu uiteindelijk wel. Even kijken, waar zit hij nou? Ah oh ja, hier bovenin de URL waar het om gaat. Dus deze URL, die ik hierboven heb, die kan ik dan mailen naar mijn collega's, zodat zij hem ook kunnen liken en sharen en delen. En eigenlijk is dat, dat de enige manier. Het lijkt heel uh, omslachtig. Eigenlijk is dat ook, maar hiermee is het wel mogelijk om dat te doen. Dus bij deze, de vraag beantwoord. Heb jij nou ook een vraag over LinkedIn? Stel hem op linkedinpro.nl en ik ga hem voor je beantwoorden. En vergeet niet om je even in te schrijven voor de nieuwsbrief van linkedinpro.nl. Dankjewel.